Goed, ik ben inmiddels aangekomen hier in Woerden op het zendingsbureau. En ja, hier naast me zit Paul Eikelboom, de directeur van ZGG. En we willen heel graag natuurlijk wel weten, ja, wat is de rol hier van het zendingsbureau als een soort spin in het web van alle activiteiten die er georganiseerd worden en alle werkers die uitgezonden zijn. En daarom willen we u heel graag even spreken en een aantal vragen aan u stellen. ZGG, zending van de gereformeerde gemeente. Welke werkzaamheden worden er hier gedaan? Ja. Het is goed om het daar ook eens over te hebben, want een zendingsbureau, dat heeft wel een naam, maar het is natuurlijk vaak binnen de muren dat je je werk doet. Ja. ZGG staat voor kerkelijke zending. Dus dat betekent dat het bureau ondersteunt het werk van de kerk in op het zendingsveld. En als je daar naar kijkt, dan kun je het verdelen. In de eerste plaats zijn we natuurlijk bezig met de ondersteuning van de zendingswerkers, de uitgezonderen. En ook met de werving en de opleiding van hen van tevoren. Maar het hele traject door, terwijl ze op het veld verblijven, dan heb ik heel veel contacten met de uitgezonderen. Maar ook richting de repatriëring. Ja. En ook na de repatriëring hebben we nog jarenlang contacten met mensen. En dus, met repatriëring, wat bedoelt u daar precies mee? Dat betekent dat iemand terugkomt van een zendingsveld en weer in Nederland komt wonen. Oh, oké. Okay. Ja. Ja. Dus dat is de ene poot. Dat is de kant van de zendingswerkers, de uitgezonderen. De andere kant is dat zendingen ook een gezicht moeten hebben in ons land. Naar onze kerk met name. Het is kerkelijke zending. En het deputaatschap van de zending en het bureau daarbij mag namens die kerk die zendingsopdracht uitvoeren. Maar dan moet je de gemeente er wel bij betrekken. En dat betekent dat we ook veel tijd en aandacht besteden aan het informeren en bereiken van de leden van onze gemeente. Ja. En dat is echt jong tot oud. Wij vinden het heel belangrijk dat oude mensen, mensen in de kracht van hun leven, het werk van zending zien en weten wat er gebeurt. Ja. En er ook in meeleven. Maar wij willen ook kinderen bereiken. Omdat we heel vaak merken met sollicitaties dat men al vroeg geraakt is door het werk van de zending. Op de basisschool. Ja. Door iemand die wat kwam vertellen of beelden liet zien. En een laatste rol, en die is het minst zichtbaar. We hebben een deputaatschap van de zending. En het deputaatschap geeft leiding aan zending. Maar deputaten besturen op hoofdlijnen en zijn vooral beleidsmatig bezig. Okay. En komen daarnaast natuurlijk ook op velden, selecteren zendingswerkers, hebben gesprekken met zendingswerkers. Maar om dat beleid nou goed telkens zich te laten ontwikkelen, is het bureau vooral bezig met het voorbereiden van het beleid en ook het uitvoeren van het beleid. En we leggen weer verantwoording af over dat beleid aan het deputaatschap. Oh ja. En zo blijft er een soort interactie tussen deputaatschap en het bureau. Ja, kun je ook zeggen dat jullie dan daar ook een soort het spin in het web zijn tussen de zendingswerkers, het deputaatschap enzovoort? Ja, ja. 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 Wij zijn ook degene die contact onderhouden met zendingswerkers, terwijl ze uitgezonden zijn op het veld en wij hier op het bureau werken. Dat is ook zo afgesproken, omdat je anders een soort misverstanden kan krijgen. Hè, stel dat de deputaten contacten gaan onderhouden met werkers, terwijl er nou net over bepaalde punten ook andere gesprekken lopen met het bureau, dat wordt heel verwarrend. Ja, ja, ja. Wij merken ook dat het voor werkers en voor deputaten ook wel fijn is dat er gewoon één plek is waar alles samenkomt. Ja, ja, mooi. Ja. U zei net al, ZGG doet een kerkelijke zending, maar wat is nou precies het doel of de visie van ZGG? Ja, ja. De opdracht is natuurlijk, gaat heen, onderwijst, opleiden ook. Maar ook dopen, dat is ook het kerkelijke echt, hè? Daar heb je het ambtelijke element erin zitten. Wij hopen dat er uiteindelijk uit het werken wat we doen in de doorsneesituatie zelfstandige gemeenten ontstaan. Okay. Omdat die zelfstandige gemeenten dan op hun beurt, ook in hun setting, en dat kunnen zij veel beter dan wij, omdat zij de cultuur kennen, zelf het evangelie, het woord van God weer verder kunnen gaan verspreiden, verbreiden in hun eigen land. Ja, en zijn er ook al gebieden of landen waarin je ziet dat dat ook gebeurt, dat daar dus gemeentes zijn gevestigd en dat er vervolgens ook daar vandaan weer zending wordt bedreven eigenlijk? Ja.
Nou, je ziet het, de zusterkerken zijn er natuurlijk een voorbeeld van, Nigeria en Papua. Het is niet zo dat die zusterkerken naar het buitenland uitzenden, maar hun landen zijn zo groot en hebben ook nog zoveel onbereikte medemensen, die dus echt nog in het heidendom leven, dat zij vooral hun focus richten op het bereiken van hun landstamgenoten in de wijde regio. Dus je kunt eigenlijk daar meer spreken van evangelisatie daar vandaan dan echt zending. Als je zending definieert als buiten je landsgrenzen werken, dan is dat inderdaad juist, ja. Ja. Mooi. Nou goed, jullie sturen dus eigenlijk zending aan wereldwijd, hè, in verschillende landen. Op welke manier kunnen jullie nou op de hoogte blijven van de ontwikkelingen daar, van de zendingswerkers, maar ook van de zending die daar bedreven wordt? Ja. Ja, nou ja, dat is natuurlijk een ander verhaal dan vroeger. Hè? Vroeger, 40 jaar geleden, 30 jaar geleden, ging natuurlijk alles via de post. Of via een fax later. Hè, telegrammen. Nou, dat betekende over het algemeen dat er enorme vertraging in zat. De uitwisseling van visie en nieuws, dat kostte soms weken, maanden soms. En dat was een probleem al opgelost, terwijl er hier in Nederland hard over nagedacht werd. En er een oplossing gegeven werd. Of er was een keus gemaakt omdat het ook al moest. Ja. Nou, tegenwoordig gaat dat veel sneller. Ik merk dat ook, ook in de 15 jaar dat ik bij ZGG werk. Er is een versnelling van het werk en dat heeft voor- en nadelen. Het voordeel is dat je mensen heel nauw kan begeleiden. Als er nu iets gebeurt, dan kan ik over 10 minuten een appje krijgen of gebeld worden of gemaild worden over het algemeen. En dan kan ik al mee gaan denken. Ja. Dat heeft als voordeel dat je niet achter de feiten aanloopt. Het heeft ook als voordeel dat je mensen kan steunen. Het heeft als nadeel dat de tijd doet vaak ook zijn werk. En vaak moet je ook dingen wel een poosje laten lopen, soms wel een paar maanden of langer nog, om te zien hoe zich iets ontwikkelt. Nou, die rust, die zou ik onszelf soms ook al vaker gunnen. Maar ook met name de werkers op de velden. Er ontstaan natuurlijk ook werkers zijn ook moderne mensen. Ik bedoel met moderne mensen die van deze tijd zijn. Zij zijn ook gewend aan al die contacten en media. Snel besluiten, hoog leeftempo. Terwijl de cultuur waarin ze komen vaak sterk vertraagd is. En ik zeg altijd, vertraag in je werk. Geef de tijd. En laat de heren ook werken. Ja. En de heren neemt ook de tijd vaak. Dus dat is wel een belangrijk element. Maar om op je vraag terug te komen, we zijn dicht bij de werkers. Ja. En ook anders dan vaak gedacht wordt, want we zijn natuurlijk een beetje een vreemde werkgever. We hebben veel meer te maken met hun persoonlijke problemen en we weten eigenlijk veel meer van dan een doorsnee werkgever. Ja. Omdat je dicht op elkaar zit. Het werk is geestelijk werk. We houden van open communicatie. Er is echt, kan ik zeggen, onderling vertrouwen tussen de werkers en ook de mensen hier op het bureau. En ook deputaten, merk je ook tijdens visitaties. Dan komt er ook veel op je af. Ja. En dan hoor ik veel. Je hoort veel meer dan in doorsnee collegiale contacten. Ja. Dus in die zin betekenen we voor mensen ook wel veel. Hè? En, ook voor de Mission Kids, hè, de kinderen op de velden. Daar ben je. Ja, ik word vaak als oom Paul aangesproken. Ja, precies. Omdat je zoveel met elkaar deelt. Je doet zoveel. En dat vind ik ook wel plezierig. Gewoon, dat is een mooie taak ook. Mooie taak. Ja. Zo is dat. Mooi. Ja. U noemde net ook al iets over dat mensen, zendingswerkers, in een hele andere cultuur komen, waarin ook cultuurverschillen zijn. Als je bijvoorbeeld denkt aan inderdaad het leeftempo, wat vaak, wat ik zelf in Ecuador ook vooral heb gezien, gewoon een heel stuk lager ligt. Betekent dat die mensen dus ook in een hele andere context daar leven. Ja. Is dat voor mensen die altijd in Nederland blijven misschien soms best wel verwarrend en soms lastig om die mensen dan ook goed te kunnen begrijpen. Nu gaat u veel met zendingsmensen, werkers om. Waar zouden wij ons in Nederland nou bewust van moeten zijn als we met die mensen weer in contact komen die in het buitenland hebben gewerkt? Ja, dat is natuurlijk het meest duidelijk als mensen een avond in een gemeente komen geven. Of hun kerkraad weer bezoeken als ze met verlof zijn. Maar het scherpst wordt het duidelijk als mensen repatriëren. Weer terugkomen in deze samenleving.
ZGG werkt in landen die over het algemeen ver weg liggen. Albanië is het meest dichtbij, maar het is een totaal andere cultuur dan de onze. En dat is eigenlijk de kern van het verhaal. De culturen waarin werkers ingaan, en dan moeten ze ook ingaan. Ze worden nooit helemaal Ecuadoraan of Guineer, maar ze gaan er helemaal in. Ze dompelen zich in de cultuur. Ze nemen de gewoonte over van de mensen. Het leeftempo, de manier van denken nemen ze over. En ze worden geconfronteerd met heel veel relativeringen van wat voor ons heel normaal is en daarom ook vaak heel vaststaand. Ja. Dat betekent dat mensen aan de ene kant hun wortels hier in Nederland hebben, maar tegelijkertijd, als het ware, op een nieuwe plaats ook wortels schieten. En dat is verrijkend. Het is ook een opgave, het kan in het begin ook verwarrend zijn, maar het doet iets met mensen. Dus als iemand terugkomt, dan is die geen Nederlander meer. Dan is die nog steeds met hart en ziel Gerghemmer. Maar hij of zij heeft een aantal jaren ook iets totaal anders ervaren. En dat is niet beter of slechter, anders. Ja. En dat brengt hij mee. En dan kom je hier in Nederland en dan op het zendingsveld was je veel, belangrijk. En hier ben je niks. En je komt binnen met je totaal andere ervaringen. En je legt ook heel andere dingen die je belangrijk vindt dan Nederlanders. Afspraken op tijd nakomen. Maar ook het materialisme wat in Nederland heel diep zit. De ontzaglijke angst voor ziekte en de hang naar alles moet perfect geregeld zijn. En de gezondheid is het eerste. Nou, al die dingen hebben een andere plaats gekregen. Ja. Het rustig in de bank zitten, in de kerk onder de preek. Dat kent men in die zendingsgemeenten niet. Die zijn dynamischer. Mensen bewegen daar. Ja. Of praten, zingen anders. Nou, dat betekent dat je er rekening mee moet houden dat de zendingswerkers die komen inhoudelijk niet veranderd zijn, eerder verrijkt. Mm-hmm. Maar intussen wel een hele hoop culturele veranderingen hebben doorgemaakt. Ja. En niet meer zomaar Nederlander zijn. Ja. En mensen zeggen ook vaak van, ja, waar is mijn thuis eigenlijk? Ja. Waar is mijn thuis? Ben ik nog wel ergens helemaal thuis? Hè? Men is wereldburger geworden. Ja. En dat invoegproces en ja, die andere denkbeelden die teruggekeerde werkers erop na kunnen houden. Het is belangrijk om daar heel goed naar te luisteren en daar respect voor te hebben en tijd te gunnen. Ja, en die daar ten eerste dus al eigenlijk bewust van zijn dat ze die veranderingen hebben doorgemaakt. Ja, en niet als je iets raars hoort of iets wat je vreemd vindt, dat verdacht maken. Nee. Maar aanvaren van ja, het zijn dezelfde betrouwbare mensen, maar ze hebben een heel andere geschiedenis. Ja. En laten we eerst maar eens heel erg goed luisteren naar hen. Ja, mooi. Ja. Bedankt voor de openheid en bijdrage en ook een inkijkje in wat hier op het zendingsbureau gebeurt. Zelf hoop ik zo hier te blijven logeren bij een collega hier in Woerden. En morgen op weg te gaan naar Houten, naar familie Van der Maas. Zij hebben ook ontzettend veel zendingservaring opgedaan. Dus ik denk dat zij ook een hoop te vertellen hebben hoe dingen gelopen zijn in hun leven. Wat zij ervaren hebben op het zendingsveld. En wellicht kunnen zij ons ook nog een mooie les meegeven. Dus nogmaals bedankt en wellicht tot ziens. Ja, nou, het was heel fijn om iets te kunnen vertellen. En ik hoop dat degenen die dit allemaal horen er ook iets aan hebben. Ja, dat hopen we ook zeker. Bedankt.